In deze video bespreken we prematuriteit. Een zwangerschap duurt gemiddeld 40 weken. Je spreekt van een aterme neonaat als de geboorte tussen de 37 en 41 weken is. Vanaf 41 weken spreek je van serotiniteit. Prematuriteit is als de neonaat voor de zwangerschap van 37 weken wordt geboren. Ernstige prematuriteit is een geboorte voor de 32 weken. Prematuriteit heeft risico's. Nog niet alle orgaanfuncties zijn voldoende ontwikkeld. We zullen een aantal risico's doornemen. Prematuren liggen aan monitorbewaking. De longen zijn nog niet volledig ontwikkeld, waardoor ademhalingsproblemen kunnen ontstaan waarvoor respiratoire ondersteuning nodig kan zijn. Het respiratoire distresssyndroom is hier een voorbeeld van. Dit wordt veroorzaakt door een tekort aan surfactant. Bij een dreigende vroeggeboorte wordt er antenataal corticosteroïden gegeven om de longrijping te bevorderen. Op de lange termijn kan langdurige respiratoire ondersteuning leiden tot de chronische longaandoening bronchopulmonale dysplasie. Ook kunnen prematuren een onregelmatig ademhalingspatroon hebben door een onrijp ademcentrum in de hersenstam. Hierdoor kunnen apneus en bradycardieën ontstaan. Apneus kunnen behandeld worden met cafeïne ter prikkeling van het premature ademcentrum. Ook kunnen prematuren voedingsproblemen krijgen door een onderontwikkeld maag-darmstelsel. Prematuren worden vaak deels via de zonde gevoed omdat ze pas vanaf 34 weken kunnen leren drinken. Vanwege de onrijpheid van het maag-darmstelsel kan de voeding niet met grote hoeveelheden worden opgehoogd. Hierdoor hebben ze in de eerste levensweken soms ook parenterale voeding nodig. In sommige gevallen kunnen prematuren een necrotiserende enterocolitis ontwikkelen. Dit is een ernstige acuut ontstaande intestinale necrose. Hierbij kunnen neonaten een bollig gespannen, glazige buik krijgen, voedingsretentie en bloederige ontlasting met daarbij symptomen van infectie, maar soms ook van respiratoire en circulatoire insufficiëntie. 25% van deze kinderen overlijden aan de nek. Bij prematuren kan de vochtbalans gemakkelijk verstoord raken. Via de huid en nog onrijpe nieren kunnen aanzienlijke vochtverliezen optreden. Ernstige premature kinderen moet men daarom relatief veel vocht toedienen en worden verzorgd in een couveuse met hoge bevochtiging. Door een onrijp afweersysteem hebben prematuren een verhoogd risico op infecties. De overdracht van immunoglobulines vindt voornamelijk plaats in het derde trimester, welke de meeste prematuren missen. Bij prematuren is de lever onrijp, wat een verhoogd risico geeft op hyperbilirubinemie in de eerste levensweek. Kijk voor meer informatie over de fysiologie en de behandeling naar de video Neonatale icterus. Een neonaat kan zijn eigen lichaamstemperatuur vanaf ongeveer 35 weken op peil houden. Daarom liggen de meeste prematuren in een couveuse of in een warmtebed. In het laatste trimester van de zwangerschap maken de hersenen een groot deel van hun ontwikkeling door. De hersenen van prematuren zijn daarom erg kwetsbaar. Er is een verhoogde kans op een hersenbloeding door de kwetsbaarheid van de bloedvaten en de onderontwikkelde autoregulatiemechanismen. Volgens de landelijke richtlijnen worden er echo's gemaakt van de hersenen. Op de lange termijn is er een verhoogd risico op het ontstaan van cerebrale parese bij prematuren. CP is een aandoening met houdings- en of bewegingsstoornissen variërend in ernst. Het gaat vaak gepaard met slechte coördinatie, spraak- en leerproblemen. Prematuren hebben door onrijpheid vaker gehoor- of visusklachten. Voor het testen van het gehoor krijgen alle kinderen een algo-screening. Hierbij wordt het functioneren van het uitwendige midden- en binnenoor getest en het traject tot en met de hersenstam. Bij ernstige premature neonaten controleert de oogarts gedurende de opname of er sprake is van premature retinopathie, ook wel ROP. Dit is een verstoring van de uitgroei van de bloedvaten in de retina, wat in het ergste geval kan leiden tot loslating van de retina. De oorzaken van prematuriteit kan je verdelen in maternale en in foetale factoren. Onder foetale factoren vallen een meerlingzwangerschap, een aanlegstoornis, een infectie of een polyhydramnion. Bij maternale factoren kan gedacht worden aan afwijkingen aan de uterus of placenta, maternale ziektes zoals diabetes en hypertensie of maternale leefstijlen zoals roken, alcohol en of drugsgebruik tijdens de zwangerschap.
Ook kan een eerdere vroeggeboorte of abortus de kans op een premature beëindiging van de zwangerschap vergroten. In de video Lichamelijk onderzoek van de neonaat wordt het volledig lichamelijk onderzoek van een neonaat getoond. Prematuren zijn kleiner dan voldragen pasgeborenen, hebben een relatief groot hoofd en een lager gewicht. De huid is dun, rood en kwetsbaar. Ook kan donsachtige beharing over het hele lichaam aanwezig zijn en zijn de voetzolen gladder. Het kraakbeen is nog zacht. Hierdoor ligt het oor plat tegen het hoofd. Daarnaast zijn de uitwendige genitaliën nog niet goed ontwikkeld. Bij jongens kunnen de testes nog niet ingedaald zijn. En bij meisjes liggen de buitenste schaamlippen nog niet over de binnenste schaamlippen heen. Wanneer de geboortetermijn van de neonaat niet zeker is, kan de Ballard-score gebruikt worden om dit in te schatten. In de eerste uren postpartum bepaal je het glucose in het bloed. Prematuren hebben een verhoogd risico op hypoglycemie, omdat zij vanwege vroeggeboorte minder reserves hebben opgeslagen. Meer informatie vind je in de video Neonaat met hypoglycemie. In de eerste dagen postpartum bepaal je de bilirubinewaarde. Het volledig bloedbeeld wordt protocolair herhaald vanwege het risico op neonatale anemie. De behandeling van een neonaat is voornamelijk ondersteunend. Bij de eerder genoemde mogelijke risico's zoals temperatuurregulatie, ademhaling, afweerfuncties, regulatie van bloedsuiker en het verdragen van voeding. Daarnaast is er begeleiding voor ouders. Een vroeggeboorte veroorzaakt vaak stress en onzekerheid bij ouders en kan ook grote psychosociale gevolgen hebben voor het gezin. Hier volgen de 3 take-home messages. Als een baby voor een zwangerschapsduur van 37 weken wordt geboren, spreken we van prematuriteit. Bij een geboorte voor 32 weken is er sprake van ernstige prematuriteit. De oorzaken van prematuriteit kan je verdelen in maternale en fetale factoren. De behandeling van een neonaat is voornamelijk ondersteunend bij de eerder genoemde mogelijke risico's.